Hi en welkom bij weer een nieuwe Zicht-update. Leuk dat je weer kijkt, want graag neem ik je weer mee in de nieuwste mediaontwikkelingen die wij hebben gespot voor jullie. We kunnen er niet omheen. Volgende week gaan we met z'n allen naar de stembus en zelfs zijn nu al de eerste stemmen per post verstuurd. Uiteraard bekijken we dit ook in de media en zien we wat er gebeurt met de aanwezigheid van de politieke partijen op verschillende kanalen. Waar we vorige week nog zagen dat de politieke partijen vooral op tv aan het vlammen waren, zaten ze op een druk van ongeveer 175 ERP's per week. We zien nu echt dat we naar de laatste loodjes aan het werken zijn en dat de tv-druk is opgevoerd naar zo'n 400 GRP's per week. Niet alleen op tv zien we dit, we zien ook op Facebook zien we een enorme aanloop naar die laatste week toe. Niet gek dat we dus nu een enorme hoge druk zien op, van verschillende partijen die zo op kunnen lopen naar minimaal 1,4 miljoen impressies per week. Vooral opvallend is het Forum van Democratie. We zien dat ze op tv niet een enorme druk hebben, maar we zien dus juist dat ze op Facebook enorm aan het blazen zijn. Het lijkt erop dat zij dus een online strategie aan het voeren zijn om vooral de jonge kiezers te bereiken met hun campagne. Ander leuk nieuws op politiek gebied is dat we samen met onze klant, de Open Universiteit, en VICE een samenwerking hebben opgezet waarbij wetenschappers van de OU bepaalde onderwerpen uit de verkiezingen hebben uitgelicht en daar meer over verteld hebben en daar hele leuke content van hebben gemaakt om ook juist een wat jongere doelgroep bekend te maken met wat er nu speelt. Twitter is volop in ontwikkeling. Zo hebben ze een nieuwe functie in het leven geroepen genaamd Superfollows, waarbij ze gebruikers die meer dan 10.000 volgers hebben de gelegenheid gaan geven om exclusieve content aan te bieden aan hun fans. Die fans kunnen dan in een abonnementsvorm betaald toegang krijgen tot deze content, zodat het exclusief blijft en dat de gebruikers hun eigen content zelf kunnen delen met wie ze willen. Wanneer dit precies gelanceerd gaat worden en wat het voor effect gaat hebben, dat weten we nog niet. We zijn natuurlijk wel heel erg benieuwd naar deze ontwikkeling bij Twitter en houden het dan ook zeker in de gaten en houden jullie op de hoogte. De Cross Media Awards komen er weer aan. Bij de Cross Media Awards wordt gekeken naar de beste cross media cases van het jaar, waarbij er gekeken wordt naar cross media adverteerder, bureau, partij en case. En een enorm uitgebreid palet aan interessante cases. Dit wordt beoordeeld door een professionele jury van mensen uit onze branche. Wij mogen met trots vermelden dat onze eigen Jasmina dit jaar plaats zal nemen in de bureaujury van de Cross Media Awards 2021. Jasmina, wij wensen je heel veel succes. Groot nieuws afgelopen week, het was wereldnieuws. Harry en Meghan hebben een interview gegeven aan Oprah Winfrey. Eerste uur heeft Meghan een boekje open gedaan over alles wat er gespeeld heeft de afgelopen jaren bij haar intrede bij de koninklijke familie. Het laatste uur schoof Harry nog aan en werd er nog meer informatie gegeven over wat er gespeeld heeft. De hele wereld was benieuwd, zelfs onze eigen nuchtere Nederlanders, want dit hebben we teruggezien in de kijkcijfers. Zo'n 1,5 miljoen mensen stemden af op Net5. Waarbij Net5 normaal gesproken ongeveer een vijfde van de kijkers heeft, was dit een enorme hit. En kunnen wij alleen maar zeggen, goede aankoop John. Dit was weer de wekelijkse update met de meest interessante mediaontwikkelingen van de week. Ben je nieuwsgierig? Kijk vooral op onze website voor meer informatie. En hopelijk tot volgende week weer.